Wij kunnen met Code Gorilla voor sommige mensen echt het verschil maken. De IT-sector schreeuwt om talent, maar het regulier onderwijs loopt achter de feiten aan. Code Gorilla pakt beide problemen aan en ik ga in gesprek met de CEO, Jem Doe. Welkom bij 7D-TV. Jem Vaart, welkom. Dankjewel. Ja, ik gooi hem er even in, maar wat is er allemaal mis met onderwijs? Oeh, waar moet ik beginnen? Bij het begin? Ja, als je kijkt naar hoe de technologie, hoe snel dat gaat. Ik ben bang dat er op dit moment, dat wij onze scholieren, onze studenten, die zitten nu, denk ik, in de schoolbanken, sommige vakken, zitten ze te leren voor over 2 jaar voor banen die er niet meer bestaan. Mm-mm. Ik denk dat het nog veel sneller gaat dan dat wij met z'n allen voor ogen hebben. Ja, en steeds sneller ook. En steeds sneller ook. Ja. Dus ik denk dat überhaupt ons onderwijssysteem in Nederland, maar überhaupt, dat moet op de kop. En heb je het dan over alle vormen van beroepsonderwijs? Of alleen over het mbo of ook over hbo, universitair, alles? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik vind het nu ook al zit ik hier, ik vind het vanuit deze plek ook al moeilijk om te voorspellen wat het nou is. Hè? Ja. Als je kijkt naar een aantal jaren terug of 10, 20 jaar terug, dan was het de banen waarbij heel veel handenarbeid nodig is, productiewerk. Mm-hmm. Nou, de mensen moeten toch wel oppassen, want de robots komen eraan. Maar als je nu kijkt met AI en dan is het met name de banen waarbij de creatieve sector, wie had ooit voor ogen, wie had ooit kunnen voorstellen dat de creatieve sector, dat zou een computer toch niet kunnen. Ja. Dus met name ook beroepen nu waar, neem de bankenwereld, juridische wereld. Dat zijn toch wel banen waarbij, althans ik met mijn Aziatische achtergrond, ga alsjeblieft studeren, zorg dat je een goede baan hebt. Denk jij ook, geloof jij ook echt, want je stipt even AI aan, hè? Nou, dan kunnen we het alleen, en zometeen gaan we over Code Gorilla praten, want je hebt echt een uniek verhaal. Ja. Maar onderschatten wij de impact van AI, denk je? Of noem het even slimme software, want het AI is ook een klein beetje een buzzword op dit moment. Maar. Ja. Ik denk het wel. Ik probeer, kijk, wij zitten met ons bedrijf in de digitale sector, dus ik hou er denk ik meer bij dan de gemiddelde Nederlander. Maar ook ik, er komt, je draait even om en er is alweer een nieuwe update. Wij zijn bijvoorbeeld, zelf zijn wij al een tijdje aan het nadenken over hoe kunnen wij dat toepassen binnen ons eigen bedrijf en ook voor de doelgroepen die wij bedienen. Mm-hmm. Er is nu een nieuwe ChatGPT update waarvan wij ook naar onze eigen product gingen nadenken van is het concept wat wij eerder voor ogen hadden, moeten wij hier nog wel aan beginnen, want wellicht kunnen we het gewoon via ChatGPT kunnen het ook gebruiken, dus het is constant wel, je moet wel wakker blijven. Je moet bijblijven. Laten we eens een bruggetje maken naar Code Gorilla. Een bedrijf is het. Maar jullie doen ook aan onderwijs. Kun je eens uitleggen wat Code Gorilla is, wat jullie doen? Ja. Ik ben ooit begonnen als trick. Dat is een opleiding waarbij we mensen. Ik probeer nog altijd de juiste termen te benoemen om onze doelgroep nou juist te duiden. Ja, ik vond atypische talenten wel mooi. Ja. Ja, want dat zijn het. Dat zijn mensen die je bij ons vindt. En die wij ook opleiden en vervolgens aan een baan helpen. Ja, dat zijn de jongens en meiden, de mannen en vrouwen die net buiten de gemiddelde norm van wat een tussenhaakjes normale werkgever naast zou kijken of zou aannemen. Ja, en dat gaat zo breed als dat het van leeftijd tot aan, als je het echt atypisch. Ja. We hebben ook heel veel mensen die zijn neurodivergent. Dus, wat is neurodivergent? Dat zijn mensen waarbij. Waarbij het brein of hoe ze denken of hoe ze werken, werkt net even wat anders dan jij en ik. Jij noemt alleen maar, als je dit zo schetst, denk ik alleen maar, dit moeten allemaal interessante mensen zijn. Ja. Maar dat, kun je is het maar, ook, maar ja. geef ze eens een naampje. Noem eens wat mensen die al succesvol door jullie opleiding zijn gegaan. Zo. Geef ze eens een naampje.
Nou, ik zou even het laatste voorbeeld noemen van Jeroen. Jeroen zit in het autistisch spectrum. Ja. Jeroen is super intelligent. Alleen als je Jeroen zou tegenkomen, of je zou een interview, helemaal als je een interviewgesprek met hem zou voeren. Ik ben met hem meegeweest naar zijn nieuwe werkgever nu. Uh-huh. In het interviewgesprek zaten zijn het thee viel net niet uit zijn glas, omdat hij zo nerveus was. En bij een interviewgesprek, dan moet je ad rem kunnen, dan moet je enthousiast kunnen. Nou ja, en daar heeft Jeroen moeite mee. Maar als het gaat om de techniek, wij trainen onze mensen. Nou, Jeroen, in dit geval, neem je laptop mee, zorg dat je een project klaar hebt. Want als je vastloopt, dan kan je hem openklappen en kan je laten zien wat je allemaal kan. En dat hebben we dus ook tijdens het sollicitatiegesprek gedaan. En daar zie je dan in één keer dat de Jeroen met zijn theekopje en die alleen maar ja en nee antwoordt. Ja, dan vertelt hij hem gepassioneerd over elke code, elke regel wat hij heeft geschreven en wat het allemaal kan. Mm-hmm. En dat zijn mensen die wij heel graag willen helpen binnen ons bedrijf. Want wij zijn inmiddels doorontwikkeld en doorgegroeid. We zijn niet opleiden is voor ons een middel tot doel. En onze ultieme heilige graal is dat wij banen creëren met de IT-bedrijven of IT-organisaties voor juist mensen zoals Jeroen. Omdat ze zijn van zo van waarde. Mm. Als we het over atypische breinen, Jeroen, vanwege zijn andere manier van denken of kijken naar de wereld, dat kan net nou je softwareproduct net even misschien een heel ander, een andere kijk erop hebben. Mm. Ik probeer altijd met zoveel mogelijk respect over onze doelgroep te praten. Maar als je het gewoon heel plat staat, de merendeel van onze doelgroep zijn werkloos of werkzoekend. Ja. En als je dat heel lang bent, dan ben je in Nederland zogenaamd, je hebt dan een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. En als we erover hebben met elkaar, dan heb je, de meeste mensen hebben er gelijk een beeld bij. Mm-hmm. Van dat zijn vast mensen, die zijn laag opgeleid, willen niet werken, kunnen niet werken. Of daar is vast wat aan de hand. Moeten we onze vingers niet aanbranden, want het is alleen maar gedoe. En juist toch wel de werkplekken creëren. En met name ook voor, dat zie ik als mijn rol dan binnen het bedrijf. Om aan de andere kant van de tafel, de ondernemers, de HR-managers of soms tot aan de directie aan toe. Mm-hmm. Om hen te overtuigen dat het ook, ook meerwaarde heeft om mensen zoals Jeroen aan te nemen. En ik heb zoveel verhalen over Jeroens en over Lottes en over van allerlei mensen. Mm-hmm. Waarbij uiteindelijk, als ik ze weer spreek over een jaar of twee jaar, zijn de werkgevers blij. Ik heb oude studenten van ons. We zijn nu, wat is het, 5, 6, 7 jaar verder. En ik heb, dat was mijn eerste groep in Groningen. Er zat een vrouw in, alleenstaande moeder. Twee hele jonge kinderen. Haar twee dochters, die hadden ook een, die hadden hulp of hulp nodig. Ze hadden op speciaal onderwijs. Mm-hmm. En ze kwam op een gegeven moment naar me toe en ze zei, Jam, ik moet ermee stoppen, want het lukt me niet om naar de lessen te gaan. Zorg voor mijn kinderen. Ik weet niet hoe ik het allemaal kan doen. Dus ik heb haar toen een gesprek met haar gevoerd. En ik heb samen met haar gekeken, hoe zou het wel kunnen? Oké, mijn dochters die gaan naar buitenschoolse opvang. Maar ik moet ze wel om 2 uur halen. Maar 's avonds kan ik wel weer studeren. Dus zou dat dan kunnen? Dat ik om 2 uur mijn kinderen ophaal. Als ze in bed liggen, dan ga ik weer. Ik heb, omdat onze opleiding duurt maar 3 maanden. Dus wat je normaal op het regulier onderwijs, als je leert programmeren, de meesten doen het regulier onderwijs 4 jaar. Dus we hebben niet heel veel tijd. Dus ik zei ook tegen haar, we gaan het doen. Alleen als je achterloopt op de rest, dan kan ik je ook niet verder helpen. Dus je moet wel, net zoals de rest, bijblijven. Nou, mm-hmm. Afgesproken. Uiteindelijk heeft ze onze bootcamp succesvol afgerond. Is ze aan het werk gegaan bij Dictu. Dat is de uitvoeringsorganisatie om software te bouwen voor Rijksoverheid.
En nou, fast forward, ik was vorig jaar was ik bij een conferentie ergens in een Van der Valk in Groningen. En ik werd getipt, oh, je moet echt naar die ene spreker gaan. Want ze is een vrouw en ze heeft heel veel overwonnen. En ze gaat iets vertellen, ja, daar moet je echt bij zijn, Jim. Nou, ik zei, oké, ik zat daar in de zaal. En wie stond er op het podium? Nou, Esmeralda. Ja. En ik dacht van, jeetje, en wat, ik zag, ik keek naar haar, zij keek naar mij. Het was een moment van herkenning. Maar daar stond gewoon een stoere vrouw die vertelde over Trupo. Dus een bepaalde techniek, is een beetje oud, maar zij is er heel goed in. En zij is zelfs nu volgens mij voorzitter van de Drupal-vereniging. Als het heel oude software is, dan passen bij de overheid. Ja. dat is een heel wereld op zich. Maar, ja. Maar wat een gaaf verhaal. Want ja. Even voor de duidelijkheid, hè. Jullie zijn een bedrijf, hè? Ja, wij zijn een bedrijf. Dus jullie hebben een BV. We zijn een BV. En, jullie business is eigenlijk het opleiden van atypische talenten, noem ik het even. Ja. Met als hoge doel om ze aan een job te helpen. Als ik het heel kort door de bocht samenvat. Hè. Ja. Wie betaalt wat? Ja, soms dan betalen de mensen het zelf. Dat zijn, nou, zoals wij noemen, dat zijn mensen die, die het zelf financieren. Die zich willen laten omscholen. Soms dan betaalt een gemeente. Soms het UWV, soms betaalt ook een werkgever. Mm-hmm. Uiteindelijk betalen ook de organisaties die onze mensen aannemen, die betalen ook. Okay. En we zijn een bedrijf, maar we zijn ook een impactbedrijf. Nou, wat houdt dat in? Bij mij, bij mijn aandeelhouders, ook binnen het bedrijf. Mm-hmm. Onze hoogste goed is niet... optimalisatie van winst. Exact. Maar uiteindelijk moeten we ook gewoon normaal draaien als een commercieel bedrijf. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat tussen haakjes de normale commerciële bedrijven het ook makkelijk hebben dan wij. Maar ik heb bepaalde kosten binnen mijn bedrijf ook heel bewust, omdat ik die kosten nou eenmaal moet maken. Ik heb mensen die, als we het hebben over atypisch talent, sommige mensen hebben bij ons net wat meer begeleiding nodig, wat meer coaching, et cetera. Ja, en als ondernemer, waar maak je de meeste kosten op? Personeel, huur. Dus je gaat niet extra mensen aannemen als het niet per se hoeft. Maar dat soort kosten nemen wij wel heel bewust mee in onze hele bedrijfsmodel. Mm-hmm. Dat betekent gewoon dat onderaan de streep minder overblijft. Maar dat geeft niet. Maar wij bestaan zolang dat nodig is dat wij het werk doen wat we doen. Blijven bestaan. Maar we moeten net zo draaien als elk commercieel bedrijf. Twee dingen. Zijn er ook mensen die bij jullie beginnen... Want ik las ergens, hè, waar het met jou om gaat, is als er intrinsieke motivatie er is, dan kun je in principe bij jullie terecht. Maar intrinsieke motivatie maak je nog geen goede programmeur. Hè? Hoeveel procent, stel, er komen 10 mensen binnen. Hoeveel moet je dan, hoe pijnlijk ook misschien, of hoe werkt dat? Dat je na een week zegt van ook al gaan we met jou 3 jaar aan de slag, maar jij gaat echt geen code, jij wordt geen programmeur. Ja. Wat dan? Ik zou zeggen 1 op 10. Okay. Dus we staan in principe voor iedereen open. Echter, het laatste wat wij willen doen, is dat wij mensen teleurstellen. Ja. Of dat het uiteindelijk toch niet lukt. Deze doelgroep. Absoluut. Ja. Zeker deze doelgroep, omdat we maken heel vaak mee dat ze in hun carrière of in hun arbeidsverleden al keer op keer tegen teleurstellingen zijn aangelopen. Maar daar zijn we heel, heel, heel strikt in. Maar we probeer het altijd goed uit te leggen waarom het beter is dat je niet doorgaat met de opleiding. Ja. Maar we nemen zeker ook wel afscheid van mensen. Want je kan heel gemotiveerd zijn. Alleen met motivatie en doorzettingskracht en heel hard werken kom je ver. Maar als je niet bijvoorbeeld bent, en dat is heel, heel pijnlijk ook, als je niet bent opgegroeid en je hebt ook niet... gewerkt echt met computers, de basis computervaardigheden, dan gaat het niet lukken. En daar nemen we heel bewust ook afscheid. En uiteindelijk denken we dat we daar ook de mensen het meeste plezier mee doen. Nooit nagedacht over verbreding van
de vakgebieden? Want jullie leiden programmeurs op. Ja. Maar er is ook een schreeuwend tekort aan mensen met handjes. Ik bedoel, als je loodgieter wil hebben, dan moet je... Dan, dus er zijn natuurlijk ook, volgens mij, in diezelfde doelgroep... Ja. zijn natuurlijk superveel mensen die in 3 maanden het loodgietersvak op kan duwen. Nooit over nagedacht? Jawel, en ik moet ook eerlijk zeggen... ook ergens, ook in het verleden, daartoe verleid geweest. Ja. Maar ik denk, een van mijn ondernemerslessen... is hocus pocus focus alsjeblieft. Dus ik probeer niet eraan toe te geven, maar zo zijn er ook wel zat andere ondernemers die zich daar focussen. En ik denk dat ik ook samen met mijn collega's veel te veel plezier heb in echt dat programmeren. Ja, ja. En ben ook je zelf een techie een beetje? Nou, inmiddels wel, maar niet vroeger niet. Nee. Ik denk dat het ondernemen of constant met ideeën rondlopen heeft altijd wel ingezeten. Mm. En zo is het bedrijf eigenlijk ook ooit begonnen. Omdat ik wilde zelf leren programmeren. Want ik zat toen in de fase tussen afstuderen en werk vinden. En waar ik vandaan kom, Zuidoost-Drenthe, daar waren niet heel veel banen. Dus ik had ooit bedacht dat ik voor een bepaald bedrijf wilde werken. Maar ja, die zochten programmeurs. Dacht je van, nou, dan word ik programmeur. Ja. Hm. Dus ik ben online zelf begonnen met allerlei tutorials. En zo is het bedrijf ooit ontstaan. Ah. Ja. Ik las ook ergens dat je het voelde als een manier om iets terug te doen. Ja. Wat ook te maken heeft met jouw, zeg maar, verre verleden. Want je bent niet in Drenthe geboren. Nee. Kun je dat eens uitleggen in hoeverre waar dat vandaan komt, dat gevoel om iets terug te doen? Ja, toen ik begon... ik weet niet dat ik er heel bewust mee bezig ben geweest. Maar naarmate ik daarmee aan het werk ben, kwam ik op de meest bijzondere plekken. En ontmoette ik de meest bijzondere mensen vanuit Zwarte Meer, ergens dicht bij de grens in Drenthe. En dan kom ik. En op een gegeven moment had ik wel het gevoel van, joh, ik kan, of wij kunnen met Code Gorilla voor sommige mensen echt het verschil maken. Hoe meer succes, en met succes probeer ik dat de Esmeraldas en de Jeroens, dat geeft zo'n kick dat ik uiteindelijk ook ben gaan nadenken van, ik heb hier in Nederland, mijn ouders zijn van Vietnamese afkomst, ik ben in een vluchtelingenkamp in Hongkong geboren. Uiteindelijk mochten we naar Nederland komen. De bootvluchtelingen, zoals dat toen heette. Ja, dat zijn je ouders. Ja, dat waren mijn ouders. Ah. En ik heb een fantastische, mooie jeugd gehad. En dat ik dan hier nu ook mensen hier kan helpen. Ik heb dan gestudeerd, ik heb al die dingen gedaan. En er kan maar iets gebeuren in je leven. Kan jou overkomen, kan mij ook overkomen. Maar dat ik dan uiteindelijk toch daar iets voor terug doe, ja, dat vind ik echt heel mooi. Dat zo kan hier in Nederland. Ja. Ja. Zijn je ouders dan nog? Ja. Zijn ze trots? Dat is een bijzonder onderwerp. Ik denk wel dat ze... Dat is in de cultuur, is dat niet not done dat je dat zegt? Ja, dat zeggen ze niet verbaal. Ja, laten ze wel merken. Ja, kijk, mijn ouders de eerste paar jaren, toen ik aan het ondernemen was, mijn ouders wisten dat niet. Die dachten dat ik gewoon bij de gemeente werkte. En dat vertelden ze ook aan mensen. Maar ik heb ze over den duur meegenomen naar ons kantoor in Groningen. En ik heb ze rondgeleid en vervolgens nam ik ze mee uit eten. En mijn vader keek naar mij... Dat is jouw bedrijf, die mensen werken voor jou. Ik denk dat het eerste moment was van dat ze... misschien komt het toch wel goed met de... Had ze daar twijfels over dan? Ik denk dat als het aan mijn ouders had gelegen, had ik gewoon een vaste baan. Ja, ja. Al is het maar in een productiewerkfabriek, precies. Maar dan is het dan veilig, dan is het goed. Ja. Ja, ja. We weten allebei als ondernemer hoe relatief dat is. Ja. Ja. Hey, even terug naar het bedrijf. Hè. Ja. Um,
één zijdingetje nog die ik wil weten. En dan duiken we even nog het bedrijf in. Als het gaat om die werkgevers, hè, ja, die jullie mensen dan aannemen. Heb je last van, om maar even heel plat te zeggen, een soort social washing? Dat ze denken van, oh ja, diversiteit staat hoog op de agenda. En oh ja, het kost allemaal wel wat meer moeite en zo. Maar laten we, ik zeg het even heel plat, hè. Ja. Maar laten we met Code Gorilla wat doen, want dan hebben we dat ook getackled. Merk jij dat? Of zitten alle werkgevers integer in de wedstrijd? Nee, nou natuurlijk merken we dat wel. Maar en daar pas ik ook wel voor op, hoor. Dat verbaast me niks. Ja, en in het verleden dacht ik, hey, we hebben weer iets gewonnen, we hebben weer een werkplek gecreëerd. Maar ja, als het niet op de werkplek of op de werkvloer of überhaupt in de organisatie, als het alleen maar een quotum hire is of het bedrijf is er nog niet op ingesteld of het team niet, dan doe ik mijn mensen er geen plezier mee dat ik ze daartussen plaats, ook al hebben ze dan een baan. Dus daar ben ik wel heel voorzichtig mee geworden. En wij proberen ook, het is altijd een fijne lijn, waar je wil ook niet te belerend zijn. We zijn toch je klanten, maar we proberen de bedrijven mee te nemen in allerlei dingen waar ze wel aan moeten denken als zij onze mensen aannemen. Neem bijvoorbeeld, kijk, ik zelf vind het wel prettig om in een kantoortuin te werken. Ik hou van geroezemoes en dat vind ik wel leuk. En net zoals in een café. Maar je kan je voorstellen voor mensen die snel overprikkeld raken of op hun opperbest presteren als het gewoon stil is en kunnen focussen, zeker met programmeren, dan is zo'n kantoortuin of binnen, dat zie je vaak bij de technische bedrijven, heel hip met de pingpongtafels, noem het allemaal op, dat is killing. Dus ik probeer... Ja. Daar word je Roen niet blij van. Nee. Dus ik probeer wij proberen daarin wel te helpen, te adviseren. Ja, uiteindelijk komt het ook gewoon ten goede aan de productiviteit. Ja. Dus ook goed voor het bedrijf. Hoeveel mensen hebben inmiddels een baan gevonden via Code Gorilla? Ik ben opgehouden met tellen over de 200. Ah. Ja. Hoe lang bestaan jullie? We bestaan sinds 2017. Oh. Ja. Goed zeg. Ja. En hoeveel mensen heb jij zelf, het bedrijf zelf, Code Gorilla, hoeveel mensen werken er? Ja, we zijn inmiddels nog meer gegroeid, met ook een tweede bedrijf erbij. Ik denk dat we vandaag de dag 12 medewerkers hebben. Ja. En we hebben een stuk of 30 mensen gedetacheerd. Ja. En wat is het tweede bedrijf? Dat is het bedrijf Alex. Dat is het bedrijf waarbij we ons specifiek focussen op het opleiden en trainen en coachen en uiteindelijk ook het bieden van vrouwelijke programmeurs. Aha, ja. Als speciaal aandachtspunt. Ja. Want? Toen ik met Code Gorilla begon, liep ik er ook tegenaan dat wij ook niet de dames in onze bootcamps hadden. Dus ik was altijd heel blij als er 1 of 2 dames ertussen zitten. En ik wist niet goed of ik er goed aan zou doen als ik echt speciale klassen zou hebben met alleen specifiek voor vrouwen. Dat ik wil uiteindelijk, laatste wat ik wil is dat ze gezien worden als de excuustruce of je hebt echt een speciaal klasje nodig gehad. Ja, ja, ja. Maar inmiddels ben ik daar heilig van overtuigd dat het nodig is. Helaas is het nog zo dat ik kom heel veel bij IT-bedrijven over de vloer. Mm-hmm. En dan kom je wel af en toe kom je wel dames tegen. Dat zijn het de dames bij de marketingafdeling of bij de front office. Bij de HR zie je veel dames. Mm-hmm. En heel af en toe zie je een scrum master, product owner, maar echte programmeurs. Dus mm-hmm. de dames die meewerken om een product te bouwen. Mm-hmm. Ja, dat zie je heel zelden. En dat is uiteindelijk ook wel heel... los van dat het jammer is, maar ook heel kwalijk in de zin van, wij zijn toch de helft van de eindgebruikers van al die apps en websites, noem het maar op. Ja, klopt. En dan is het nodig dat je dat vrouwelijk gezichtspunt ook meeneemt in de softwareontwikkeling. Ja. Dat geldt ook bij productontwikkeling, is dat ook een fenomeen. Hè? Ja. Ik heb ooit een verhaal gehoord over autogordels bijvoorbeeld. Ja. Dat die gewoon echt ontwikkeld zijn vanuit een mannenblik en niet vanuit een vrouwenblik. Ja. Hey, en om het verhaal rond te breien, je bent natuurlijk ook gewoon ondernemer. Ja. En ondernemen heeft met geld te maken. Ja. Wat is de rol van geld voor jou? Voor mij is dat nu
Voor mij is dat, we zijn nog volop bezig om aan het bedrijf te bouwen. Ja. Zoals we omzet maken, et cetera. We stoppen alles nu nog terug in het bedrijf. Uh-huh. Maar inmiddels leer ik wel hoe steeds meer dat ik ook beter voor mezelf moet zorgen. Als, op zijn minste salaris. Ja, dat heb ik wel. Oh, gelukkig. Ja, ja. Maar ook, überhaupt. Ik heb onlangs heb ik geleerd dat het geld naar boven stroomt, naar je holding. Maar ik was er altijd niet bewust mee bezig. Voor mij had ik een stip op de horizon. En die horizon die komt ooit wel een keer. Yeah. Als we het bedrijf groot en succesvol hebben. Maar geld voor mij is nu... we willen een gezond bedrijf. We moeten ervoor zorgen dat ook de mensen die wij in onze bootcamps en wel in onze traineeships hebben, dat ze uiteindelijk... de dingen nodig hebben om goed te werken. Mm-hmm. En ik geloof er wel in als je goed bent voor je mensen en uiteindelijk ook goed bent voor je klanten. Natuurlijk wel met een slimme commerciële blik, maar dat het succes je wel, dat komt. Dat het je toekomt. Ja. Werk je al landelijk? Ja, ja. We zijn dus ooit begonnen uit Emmen, of vanuit Emmen. Nu zit ons hoofdkantoor in Groningen. Ja. Voor onze noordelijke klanten, maar nu hebben we ook klanten uit het westen, dus we hebben nu ook een kantoor in Utrecht. Want op een of andere manier vanuit het westen naar het noorden is voor westelingen altijd nog ver. Wij zijn niet anders gewend als we een afspraak hebben in Amsterdam. Ja. Maar we maken nog te vaak mee dat als we afspraak hebben in Amsterdam, dan wordt het om 9 of 10 uur gepland. Ja, dan staan wij al heel vroeg op. En andersom is het altijd moeilijker. Hey, tot slot, als jij bedrijven spreekt, hè, die hier nog niet mee bezig zijn, maar die, zoals ik in mijn opening zei, schreeuwen om IT-talent. Wat zijn de belangrijkste redenen die jij ze kan vertellen als ze zitten te kijken? Ja. Hoeveel zitten er nou toch? Ja. Waarom moeten ze Code Gorilla bellen? Ja, ik denk dat, los van het mooie verhaal, hè, dat je kansen biedt voor mensen, ik denk uiteindelijk dat bedrijven zijn ook gewoon bezig met hun product en hun groei. Ik denk dat als je meer mensen zou aannemen die net even wat anders zijn bent dan jij of je ontwikkelteam. Mm-hmm. Dat je, en dat is ook gewoon uit onderzoek gebleken, dat je echt uiteindelijk betere producten krijgt. En ook voor naar de toekomst toe. Kijk, onze maatschappij verandert. Ook de jongeren veranderen. We hebben het over Gen Z. We hebben nu een soort van een generatie wel met een grap hoor, de millennials tegen de Gen Z, maar ook de jongere mensen, als je die in de toekomst aan je wil binden, dan kom je er ook niet meer mee weg als je naar je website gaat en je gaat naar het Over Ons pagina. En dat is allemaal een homogene groep. Ja. Dan mis je ook de talent in de toekomst. Ja. Helder betoog, Jem. Ik vond het heel leuk dat jij mijn gast was. En ik wens je echt super veel succes met je bedrijf. En dankjewel dat je er was. En het viel wel mee, toch? Het viel zeker mee. Dankjewel, Ronnie. Heel graag gedaan, Jem. En dankjewel voor het kijken en naar het luisteren naar weer een prachtig gesprek op CVD-TV. En ben je aan het kijken op YouTube? Hieronder vind je de subscribe-button. En klik ook op het belletje, dan mis je helemaal niks meer. En ben je aan het luisteren naar de podcast van CVD-TV? Volg ons dan en schrijf ook eens een keer een review. We zijn echt super benieuwd wat jullie van het CVD-TV-podcastkanaal vinden. Voor nu hartstikke. En ben je op zoek naar prachtig IT-talent, dan weet je Jem te vinden. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Hoi!